Hoi, leuk dat je kijkt naar Wat doet een bij de HVA. Vandaag ga ik erachter komen wat een studentassessor doet bij de Hogeschool van Amsterdam. Ik wil jullie voorstellen aan Ruben. Ruben, wie ben jij? Mijn naam is Ruben Nijhuis. Ik ben studentassessor van de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast ben ik student HBO-rechten. Dat zit ik nu mijn vierde jaar. Ik woon in Amsterdam. Wat is nu eigenlijk een studentassessor? Een studentassessor is een student die bij het college van bestuur, het bestuur van de hogeschool, aan tafel zit. En meepraat over verschillende onderwerpen. En dan vooral de onderwerpen die studenten raken. Daar breng ik het studentenperspectief bij in. Om zo te zorgen dat het bestuur van de HVA dat perspectief ook altijd meeneemt. En de vraag die ik me dan ook altijd stel, wat is het beste voor de studenten van de HVA? Welke rollen heb je al eerder vervuld? Ik ben eigenlijk in mijn eerste jaar bestuur gaan doen van mijn studievereniging. En toen vond ik het eigenlijk al wel leuk en belangrijk om wat actiever te zijn binnen de hogeschool. En vervolgens heb ik een bestuursjaar gedaan bij ASFA, dat is de studentenvakbond van Amsterdam. En daar kwam ik eigenlijk nog meer in aanraking met het vertegenwoordigen van de belangen van studenten. En toen dacht ik, ik vind het leuk en maar ook heel belangrijk dat de stem van studenten wordt gehoord. En toen zag ik deze functie en toen heb ik daarop gesolliciteerd. Welke taken neem jij als studentassessor op je? Ik zit dus bij eigenlijk dus alle vergaderingen van het bestuur, maar ook de vergaderingen van de decanen van de HVA. Eigenlijk ook binnen andere delen van de HVA, als daar een studentenperspectief nodig is, dan nodigen ze mij uit en dan kan ik daar mee praten. En verder heb ik ook nog een aantal eigen onderwerpen die ik heel belangrijk vind en waar ik me dus mee bezig hou. Dus ik ben ongeveer 12 uur bezig met vergaderen / vaste taken en 12 uur bezig met eigen onderwerpen. Mijn speerpunten zijn, het eerste was bekendheid creëren voor de functie, vandaar ook mede dit interview. En zo doe ik mee met een aantal campagnes dat het meer gaat leven op de HVA, die functie. Omdat het wel een belangrijke functie is, maar heel veel studenten kennen de functie nog niet. Wat eigenlijk heel jammer is. Verder ben ik ook bezig met duurzaamheid. Een ander punt die ik zelf heel belangrijk vind is diversiteit en inclusie. Dus wat ik eigenlijk wil gaan doen daarmee is een aantal evenementen opzetten. Daarover wat meer bewustwording te creëren op de HVA. Wat vind je nou het leukste aan deze rol? Het leukste aan deze functie vind ik eigenlijk het studentenperspectief inbrengen. Aangezien wij als studenten toch wel onderdeel van het beleid zijn of moeten het beleid ondervinden, is het belangrijk dat het goed wordt meegenomen wat voor ons nou goed is en wat voor ons nou belangrijk is en welke problemen wij hebben, zodat die opgelost kunnen worden. Wat ik mee zou willen geven aan de kijkers, dat gebruik je stem. Er zijn verschillende manieren waarop dat kan binnen de HVA. Studentenpanel is één van, maar ook door te praten met mensen binnen je opleiding, bestuur van je studievereniging, is allemaal leuke dingen om te doen, ook belangrijke dingen. Dan nog een kleine oproep ook aan de kijkers thuis. Ik wil graag een klankbord opzetten met daarin eigenlijk verschillende studenten, omdat ik in mijn eentje niet 47.000 studenten kan vertegenwoordigen. Door middel van het klankbord wil ik eigenlijk informatie ophalen en dat bundelen, en zodat ik informatie hebben om mee te nemen naar het bestuur van de HVA en andere beleidsmakers om te zorgen dat de problemen die studenten hebben goed worden bekeken en goed onderzocht worden en gekeken wordt of er wat aan gedaan kan worden. Wil jij nou niet klankbordgroep van Ruben of heb jij hem iets anders te melden? Je kan hem bereiken op dit e-mailadres hier. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer!